Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Ja, dit is 3, duidelijk. Het is 3D. En, en aflevering 41 alweer. Het is echt bizar dat wij al 41 afleveringen bezig zijn met het spel. En ik heb gekeken naar aflevering 1 van deze hele serie, wat totaal een ander pretpark was, ik weet het. En ik zoek een object, ik ben de hele tijd aan het zoeken, ik kan het niet vinden, echt waar. En terwijl ik dat aan het zoeken ben en jullie vertel dat ik in aflevering 1 heb gezien dat het dus een ander park was, was het eigenlijk best wel grappig om te zien hoe dat dan zo is veranderd. Ik ga hier eens even een leuk een dakje plaatsen en ik wil hier een stukje muur hebben. Alleen dat stukje muur, dat kan ik opeens niet meer gaan vinden. Ik vind het gewoon niet meer. Dus ja, we kunnen nou wel een ander stukje muur gebruiken. Het is niet heel erg. Het ziet er ook wel leuker uit op zich. Alleen we moeten de achterkant gaan doen nu van dat gebouwtje. En hier gaan we dus op het hoekje van het spookhuis wat we vorige keer hebben gezien, gaan we dus winkeltjes plaatsen. Want mensen moeten ook hun eten kopen. En je weet het, anders krijg je daar weer gezeur over. En dan gaat het weer achteruit zo met je park. Nou, als ik deze doe, gaat die appel staat boven rond te draaien. Dat ziet er heel onrealistisch uit eigenlijk. Het ziet er wel heel erg grappig uit, dat wel. Hè? Maar ik moet een ander winkeltje. Wat zullen wij eens gaan doen? Sandwiches. Kijk, dat is een hartstikke leuk. Die past precies in dat klep. Ja, en hier kan ik natuurlijk niks plaatsen, want die open haard staat ervoor. Dat zou zonde zijn als je daar natuurlijk een winkeltje plaatst. Of we zeggen van we halen dat weg en we plaatsen nog een winkeltje. Ik denk dat dat het beter is. Weggezelligheid, jammer. Maar ik wil ook een drinkwinkeltje, want als je wat eet, een sandwich, heb ik altijd dorst. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb altijd dorst. Ik plaats daar een ander tentje, wat eigenlijk in het Wild West hoort te staan, maar wel op zich hier geschikt voor is. Ook leuk, dat hout trouwens hiervoor. Dat hoort echt bij dat stalletje. Maar dat hout kan ik niet hiervoor gebruiken, dus ik moet een vloer pakken die hetzelfde is als deze vloer. En die staat, als het goed is, bij mijn set. Ja, logisch. Maar waar staat die? Dit is voor mijn de bedcover 2, als ik het goed heb. En ja, in één keer goed. Kijk eens. Kijk, nu is het één geheel. Nou klopt het. En dit is gewoon een soort decoratie, maar het ligt aan de achterkant open. En er is een stukje voorgevel en dat wil ik eigenlijk gaan zoeken. Maar ja, dat duurt te lang, dus we doen even. Ik heb het gevonden, mensen. Ik heb het zeker weten gevonden. Ik ben nou de achterkant vergeten, dat is natuurlijk een beetje dom van me. Even kijken, kan ik dat weghalen zonder al die bomen te slopen? Nee, dat gaat dus niet. Ik pak even het andere stukje, want dat moet natuurlijk mooi eruit zien. Ik kan niet een gebouwtje onafgewerkt laten. Ik zou me schamen. Er zit ook geen vloer in, dat hoeft ook niet, want dat gaan we niet zien, omdat er natuurlijk, het is helemaal dicht. Waar sta je? Hier sta jij, Wal. Huppakee. Nou, dit gebouwtje is compleet. Dit staat er leuk, ziet er leuk uit. Decor is natuurlijk anders. Maar ik vind dat dit wel kan. Dit kan trouwens weg. En deze moet ik heel voorzichtig slopen. En dit. Oh, shit! Zo, hij staat weer, het dakje, mooi zo. Mensen, ik heb in de geschiedenis van Rollercoaster 3 heb ik heel veel dingen gezien. Ik bedoel, objecten. Heel veel gedownload objecten. Hele bijzondere. Maar dit keer heb ik echt een fantastische custom scenery gevonden. En ik laat het jullie zien, want ik heb het ergens hier geplaatst. En ik hoop dat jullie iets gaat opvallen als ik een beetje inzoom. Zien jullie het al? Het moet in dit beeld staan. Ik ga een beetje inzoomen. Zien jullie het nu? Nee? Zien jullie het nu? Zien jullie het nu? Kijk nou eens, mensen. Kijk nou eens even serieus. Maar dit zwaantje is een gedownloade object. Een animatiezwaan die rondzweeft eigenlijk hier in het water. Hij gaat een groot rondje. Gaat hij de paal raken trouwens? Gaat hij de paal raken? Nee, hij gaat er langs. Och, mooi zo. Ja, ik bepaal zijn route niet. Hij maakt een rondje. Maar deze set heet, en ik laat het jullie gewoon zien. Even tromgeroffel. Het is namelijk. Ach, waar staat hij? Ach ja, je weet het, een Scrollercoaster Tycoon. Scrollercoaster Tycoon. Het spel waarin je dagen scrolt om een object te zoeken. Het spel waarin je dus geen duidelijkheid hebt hoe het. Ik weet echt niet meer. Waar staat het, joh? Het moet hier staan. Fisherman Enchanted Forest. Fishersman, je hebt zelfs eentjes. Een swimming loon heet het eigenlijk. Ik kan het even laten zien hoe de swimming loon eruit ziet. Maar dat is een wat groter beestje. Kijk, dat is echt een loon, hè, is dit. Ik denk een vergrote eend of zo. Ik weet het niet. Maar deze objecten zijn dus, je hebt butterflies. Je hebt boomstronken. En die nieuwe objecten wil ik een beetje gaan toepassen hier. En ik heb er eentje neergezet en die staat hier zo.
zoals je ziet. Deze grote boomstronk hoort bij dit object. En ik ga er nog een paar meer doen. Want ik vind het best wel een heel mooi iets. En waarom doen we niet dat hij zo... Hier zweeft hij. Tussen die keien. Ik weet niet of het realistisch eruit ziet. Volgens mij niet helemaal. Oh, ik verwijder een stuk hecht. Dat is ook niet helemaal de bedoeling geweest. Maar als ik het laat zweven hier... Dan ziet het er wel heel gaaf uit. Omdat er allemaal van die dingen aan liggen hangen en zo. En wat je trouwens ook kan doen. Dat is ook nieuw in deze set. Ik heb natuurlijk iets verder gekeken dan mijn neus lang is. Dat is dat je dus een bepaald object hebt. Dat je hangende leaves hebt. Jullie weten de vines. Daar ben ik helemaal dol op. Maar dit is natuurlijk schitterend. Hier kan je namelijk vines aanhangen aan die boom. Dus het is eigenlijk mos. Hè, wat je ziet. Mos. En als we dat mos nou eens even hier omhoog doen. Dan zie je een beetje het effect dat het zo aan die boom kan hangen. Dat ziet er echt fantastisch uit zo. Maar dat ziet er natuurlijk ook vet uit als we een attractie gaan thematiseren met dat mos. En dat heb ik inmiddels al gedaan. Dat is namelijk bij deze attractie. Ik heb het mos hier aangehangen zoals je ziet. Nog wat extra. Dus dan heb je de vines en heb je het mos ervoor. En ik heb... Hallo met Vincent. Nou, toen ging ineens de telefoon. Hè, ik ben zo belangrijk. Nee hoor, dat is allemaal een flauwekul. Nee, maar goed, we gaan weer verder met waar waren we gebleven? Bij de fireflies. Kijk, zoals je ziet, zie je dat de vuurvliegjes boven het water hier. Ik kan ze ook weghalen wat ik wil. Als ik zeg van, hier ligt een kei in het water. Zoals je ziet hier, dat zwarte keitje. Als ik die weghaal, gaan ze ook weg. Dus ik haal ze nu voor nu even weg. Zie je, zo verdwijnen ze. Waarom verdwijnen ze niet? Oh, ze verdwijnen heel langzaam. Er zijn dus particles. En particles wil zeggen dat het bepaalde bewegende objecten zijn. Die steen ziet er heel lelijk uit trouwens. Misschien als ik hem zo plaats. Even een klein beetje... misschien hier? Oh, die ziet er wel heel leuk uit daar. Ja, het zijn echt hele leuke mooie objecten, vind ik zelf. En ik wil er zeker gebruik van maken. Ook de mushrooms, die horen juist thuis bij deze attractie. Ik weet niet waarom, maar ik vind... er hoort natuurlijk meer bij een kabouterbos. Maar ik vind sowieso dat... Ja, hier moet echt wonderlijk moeten eruit zien. En ik denk dat de paddenstoeltjes heus wel gaan helpen. Dus ik ga verschillende soorten mushrooms, om het zo te zeggen, het Engels, ga ik verspreiden over de map. En dat ziet er natuurlijk hartstikke leuk uit als ik er een paar ga verspreiden op die manier. Ik ga ook natuurlijk een kleintje neerzetten. Oh, dat ziet er schattig uit. En natuurlijk hier ook bij Mickey en Minnie Mouse komt hier ook een klein paddenstoeltje in het midden. Oh, dat ziet er zo leuk uit. En hier kunnen we nog eentje hier verspreiden, hier verstoppen. In... Oh, kijk nou bij Minnie. Oh nee, dat is echt dichtbij. Hij mag niet aangeraakt worden. En hier tussen. Ja, hier, oh leuk. Oh, dit ziet er schitterend uit. Ja, ik zou zeggen doen. Misschien was dat een beetje te veel. Vlindertjes heb je zelfs. Je hebt peacocks. Ik wil een vlinder eens gaan doen, maar ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Maar dat maakt het wel heel magisch. Wat is dit dan? Dit moet ik allemaal gaan uittesten, mensen. Want ik weet mijn god niet wat dit is. Oh, een verlicht pad, joh. Wauw. Moet je kijken als ik dat hier doe. Hoe dat eruit ziet. Je ziet er niet veel van, hè? Ik weet het. Misschien moet ik hem die kant op laten wijzen. Oh, kijk nou. Oh. Nou, ik denk dat dit in het donker heel mooi eruit gezien. En we hebben een pauw. Een peacock, heet dat? Een peacock. En als we die nou hier neergezet, ik weet niet wat hij doet. Wauw, die staat hier gewoon even voor de sier. Nou, dat is wel een heel leukje. Een leukje, hè? Dat is een leukje. Ik ga die gewoon daar neerzetten. Hadden wij nog een stukje... Want dit is natuurlijk een andere attractie. Ik wil hier gewoon even kijken of ik hier ook wat dingetjes uit kan laten groeien. Bijvoorbeeld een stuk boomstronk. Oh, wat gaaf. Ik vind, de setting is zo anders in één keer. Omdat je juist wat meer gaat experimenteren. Nou snap ik niet hoe een boomstronk uit een stuk steen kan groeien. Maar dat is juist denk ik wel een beetje de magie, hè? Je moet, daar moet je wel een beetje mee spelen, denk ik, met de magie, hè? Zo, kijk eens, er komt een stuk... Oh, gaaf. Ik ga het gewoon plaatsen. Ik vind dat het gewoon daar hoort. En zoals je ziet zijn er dus echt verschillende soorten objecten die ik heb. Het is echt een verschrikkelijk grote set. Je kan echt van alles gebruiken. Ik zie zelfs unicorns. Wat nog meer? Wat zijn dit trouwens? Will-O-Wisps. Ik ga ze eens plaatsen en dan gaan we eens kijken wat het doet. Oh, wauw. Het is een soort van bol. Heel apart. Die zou je boven het water kunnen laten gaan. Maar ik vind die magie met die sterretjes, dat maakt het wel heel gaaf, zeg. Ja, ik ben helemaal verkocht met deze set. Deze set is gewoon, die moet je gewoon gebruiken. Nou, zoals je ziet is het hier nog een beetje kaal. Hiervoor. Dus als we hier naar voren nou nog wat bloemen neerzetten. Ik weet dat ik natuurlijk dus een bloemenset heb gemaakt. Deze. Ik ga eens kijken of dat er niet te druk wordt als ik het neerzet. Oh, dit ziet er wel heel druk uit. Vinden jullie niet? We kunnen Minnie niet in een oerwoud zetten. Dat is denk ik niet helemaal de bedoeling.
Althans, het zal wel leuk eruit zien, denk ik. Ik zag hier trouwens nog een open plekje waar we nog misschien wat kunnen plaatsen van bloemetjes en zo. Zo, dat ziet er ook wel leuk uit. En sowieso staat deze hele attractie vol met bloemen zowat. En dat is ook best wel de bedoeling geweest van deze attractie. En dit is ook wel echt een van de meest grootste gethematiseerde attracties die ik denk heb gemaakt hoor, ooit. Dat er toch echt ontzettend veel details in zitten bloemetjes en dingetjes en dat maakt het wel gaaf. En nu dan die paddenstoeltjes, die maken het ook helemaal af. En ik wil zeker deze attractie gaan oppimpen. Maar we moeten ook een keer datum met z'n allen, met jullie de kijkers, moeten we gaan afspreken wanneer het park open gaat. Ik weet dat het te lang duurt, ik weet het ook van mezelf. Maar ik weet dat er klachten kunnen opdienen als we het park gaan openen. En natuurlijk is dat wel gaaf. We zitten bijna in jaar 50. En ik zeg, als we in jaar 50 zijn, gaan we sowieso open. Dat is een mooie jaar. We hebben 50 jaar gewerkt aan dit park. En ja, dat is natuurlijk veel te lang. Want een park in 50 jaar, ja, dan moet je het zeker weten openen. Dus realistisch gezien klopt het niet. Maar ik ga eens kijken, waar was die paddenstoelenset? Die stond toch hier ergens? Oh ja, de Fisherman Enchanted Forest. Ik ga het onthouden, want het is belangrijk zoals je ziet. Fireflies. We hebben bloemetjes, maar ik zoek de paddenstoeltjes. Die staan als het goed is ergens hier. Ik vind dat hangspul, dat mos, dat vind ik zo leuk als we dat kunnen ergens opbrengen of zo. Bijvoorbeeld hier aan die poort of zo. Ik ga eens kijken hoe dat eruit ziet. Dan moet ik even kijken hoe ik het moet doen. Wat is dit dan? Is dat wat je moet ophangen? Oh, dat zijn bloemen. Ja, het ziet er zo fantastisch uit allemaal. Maar het moet wel op een logische wijze geplaatst worden. Zo. Oh, dit maakt het gaaf, hè? Dat groen er tegenaan. Ik vind het leuk. Ik vind het helemaal mooi. En hebben wij nog een stuk van... Ja, dat kan ik laten hangen misschien. Dat is gaaf. Kijk eens. Oh, dat is gaaf. Dat hangt daar binnen, joh. Ja, een beetje 3D, dat kan op zich wel. Misschien kunnen we dat ook hier aan die trap laten hangen. Even kijken hoe dat eruit ziet. Oh, nou, ik denk eerlijk gezegd dat het wel zou kunnen. Oh, dat is twee zijn te veel, hè. Oh, nee! Heb ik de mooie trap? Ik heb de mooie trap verwijderd. Zo, de trap is weer terug. Als het goed is, als ik hem goed plaats, dan moet hij hier. En dan gaan we gewoon niks meer aan doen. Dat mos hangt. Hey, Govie. Dit is gewoon perfect. Ik wil nog meer plantjes. Paddenstoelen, kom op. Maak een beetje tempo, hoor. Die firefly, die butterflies, die gaan we sowieso hier ook doen, hoor. Die komen hierboven gaan ze zweven. Dus als we hier plaatsen hier. Even kijken hoe dat eruit ziet. Want je ziet wel een kleine animatie, zie je. Even kijken. Waarom zie ik hem nou niet meer? Het is zo lastig om te kijken. Als ik nou gewoon in plaats. Oh, kijk nou, joh. Oh, wat schitterend. Kijk hoe leuk. Die vlinders. Oh, wat schitterend. Ja, ik ben helemaal verkocht, joh. Ik vind dat schitterend om te zien. Hier ook. Hier moet ook een vlindertje. Kijk. Om Mickey heen, hè. Of Minnie. Sorry. Mickey. Excuus. Oh, dit ziet er fantastisch uit. Ik vind het hier nog een beetje kaal, hoor, mensen. Ik vind het echt... Kan ik dat pad niet naar hem toe gaan, laten gaan? Dat het, zeg maar, dat er een pad van licht naar hem toe gaat? Even kijken, hoor. Oh my god, dit is heel gaaf, of niet? Dit is echt heel gaaf. Ik zeg doen. Ik zeg zeker doen. En dan, als we nou plantjes eromheen maken, dat je een soort van pad ziet... Is dat leuk? Als we nou gewoon de kleine plantjes pakken. Van, even kijken, hoe heet die set? Als je het even een tijdje niet hebt gespeeld, mensen. Daar ben ik eerlijk in. Als je het een tijdje niet hebt gespeeld, dan wordt het lastig als je naam moet gaan onthouden van bepaalde dingetjes. Dit is die setnaam. Even kijken, we gaan dus wat plantjes neerzetten. En... Een boompje. En hier nog een boompje. Dit moet natuurlijk wel een beetje vol komen hier. Ja, heel vol niet, maar wel gewoon dat je denkt van, hé, een pad gaat daar. Oh, dit is schitterend, of niet? Ik ben denk ik nou de enige die me kan uitleven met zulke spellen? Dat is toch verschrikkelijk leuk, of niet?
Ik vind het geweldig. Ik vind de set prachtig en echt een heel leuk iets. Ik vind het echt magisch. Ik denk als je dit in het donker ziet, de attractie, dat het nog veel schitterender wordt. Nou, dat kan ik nou met zekerheid zeggen waarschijnlijk. Er zijn nog kale plekjes die we moeten opvullen. Zo kun je nagaan hoe lang ik al met deze attractie bezig ben. Ik heb natuurlijk opnames gedaan, maar ik ben natuurlijk normaal al veel langer bezig met dit. Omdat het gewoon, ja, qua detail is het gewoon echt verschrikkelijk leuk allemaal. En heel moeilijk om allemaal te doen. Ja, want je kan van alles bouwen en dat is het nadeel. Als je hoe meer vrijheid je krijgt, hoe langer het duurt soms als je dingen moet bouwen. Deze attractie wordt dus ook ongeveer zoiets als wat we hier kunnen verwachten. Het wordt een soort van rit met allemaal scènes. We gaan de scènes indelen, want die moeten we binnenkort wel gaan bouwen, vind ik. Omdat deze attractie te lang open en bloot staat. En we hebben nog maar 1 jaar, 49, dus ik verwacht of in de volgende aflevering of die aflevering daarna, dat we iets gaan doen. Dus dat er iets gaat gebeuren, dat is wel heel gaaf. Even kijken, ik denk dat ik hier een scène wil. Ik ga het gewoon even een beetje bekladden. Hier is al een scène. Misschien dat we hier iets moeten plaatsen. En hier omheen een bosjes. Ja, er zijn gewoon dat we gewoon 1, 2, 3, 4 scènes hebben in dit hele stuk gebied. In deze attractie. Het is een treintje die we volgen. Nou mensen, ik bedank jullie voor het kijken van deze aflevering. Geef vooral een like als je het een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren, dat kan in het midden van het scherm. En dan zien we elkaar snel weer terug. Ik ga het spel opslaan. En tot de volgende keer. Doei doei!